Kijk, je hoort soms, de volgende generatie kinderen zal het minder goed hebben dan hun ouders. Wie heeft er dan laatst nog gehoord dat jullie het slechter gaan hebben dan de generatie van je ouders? We hebben een kleine oefening gedaan. Kennen jullie Google Ngram? Google heeft miljoenen boeken ingescand. En je kunt die allemaal doorzoeken. Op hoe vaak een woord of een zin voorkomt. Dus wat hebben we gedaan? We hebben ingetikt: generation will be worse off and children will be worse off. En hoe vaak de voorbije 150 jaar mensen dat geschreven hebben. Weet je wat dat heel opvallend is? Bijvoorbeeld in 1940, Tweede Wereldoorlog, hebben heel veel mensen gedacht: onze kinderen gaan het slechter hebben dan ons. Dat was net voor de golden 60s en 50s. Ze keken naar vandaag en ze dachten: de toekomst zal slecht zijn. Weet je wanneer ze het minst gezegd hebben? Hier, net bij het begin van de jaren 70. Net voor de economische crisis. Een uitspraak als de volgende generatie gaat slechter hebben, zegt meer iets over vandaag dan over de toekomst. Dus chronocentrisme is heel gevaarlijk. En op welk vlak gaan de kinderen het anders hebben? Om een idee te geven, in China zijn de voorbije 10 jaar meer dan 500 miljoen mensen van armoede naar middenklasse gegaan. Die kinderen gaan het beter hebben, hoor, dan hun ouders. En jullie gaan allemaal langer leven. Misschien wat minder verdienen, ik weet het niet. Alle jongeren zijn ook anders op dat vlak. En het derde probleem is solutionisme. Ofwel, there's an app for that. Dames en heren, dit is een hele belangrijke. En ik moet opletten dat ik niet begin te preken. Als jullie braaf zijn en geduld hebben, ik heb één filmpje niet in mijn presentatie gestoken, maar ik wil het u wel tonen als je me 2 minuten tijd geeft achteraf. Maar dat is op dit moment de werkelijkheid. Wij denken dat we alle problemen kunnen oplossen met een eenvoudige app. En dat heet solutionisme. We gaan een keer het onderwijs oplossen. There's an app for that. Maar vandaag het vluchtelingenprobleem, het klimaatprobleem, dat kan je niet zomaar oplossen. Geen solutionisme. Het idee van een makkelijke oplossing met een technisch middel. Nu, als we kijken naar de toekomst, ga ik dat doen als een... Iemand zijn een wekker die afgaat? Wat er nog overbleef van mijn ego is nu weg, hoor. Ik ga kijken als een rationele optimist. Wat is een rationele optimist? Als iemand die niet blind is, dan we soms wel echt tegenslagen hebben. Dames en heren, dit is in feite de beste grap van vandaag, maar het is een doordenker. De slides komen achteraf online, dan ga je hem misschien doorhebben. Maar tegelijkertijd zie ik ook dit. Een quizje. Dit is actualiteit. Hoeveel procent van de volwassen wereldbevolking, dus volwassen de wereldbevolking, is vandaag analfabeet, kan niet lezen of schrijven? 4 opties. 45,4%, 35,3%, 23,7% of 15,9%. Wie zegt A, 45,4? Wie zegt B, 35,3? Wie zegt C, 23,7? Wie zegt D, 15,9? Dat laatste is nogthans het juiste antwoord. En als we spreken over jonger dan 25, is het 9 op de 10 die kan lezen en schrijven. Dat is één van de belangrijke millenniumdoelstellingen die behaald zijn. Maar dat hoor je niet. Dames en heren, we leven misschien... Als je mij zou vragen, gevraagd het me niet, maar stel je voor dat je mij zou vragen, hoe zou je gokken als het nu een uitzonderlijke tijd is? Ik ga je zeggen waarom ik denk dat we binnen 20 jaar kunnen zeggen dat we in uitzonderlijke tijden leven. Hierom. Hier zie je een 3D-geprint hand dat bediend wordt door het brein van de vrouw. En voor alle duidelijkheid, vorig jaar heeft een jongere het zelf gedaan. En ook dit. We zien vandaag dat mensen met technologie en vooral goede chirurgie terug kunnen piano spelen. En ondertussen, hè,
is een Bijbels verhaal zeer oud nieuws. Want we laten al een tijdje de doven horen en de blinden zien. Dat is iets waar we vaak veel minder over praten. Maar dat wel een enorme impact heeft. Goed. Komt het moment dat ik die vragen ga proberen te beantwoorden. Zal er nog werk zijn? En dan zie je dat veel mensen schrik hebben van dit gezin. Er is iets raars. Ik hoop dat jullie het allemaal ooit gaan meemaken. Maar Sophie weet dat. Op het einde van uw loopbaan op deze hogeschool, ik heb al een paar jaar een zeer grote eer, mag ik de laatste les geven. Om u duidelijk te maken dat het goed is dat je weggaat. En ik krijg dan altijd... Mensen moeten vragen opsturen, de studenten moeten vragen opsturen die ik moet behandelen. De helft van mijn sessie is ik die een update geef. Een soort van alles wat erbij ontdekt is de voorbije 3 jaar, of 4 jaar, of 5 jaar dat je zat. En dat we u nog niet verteld hebben. En de tweede helft zijn de vragen van de studenten. En 2 jaar geleden gebeurde iets raars. Ik was er echt waar niet goed van. Ik kreeg al die vragen van die studenten die afstudeerden binnen. En weet je, 1 op 3 vragen, weet je wat die was? Echt waar. Het leek alsof ze afgesproken had, maar ze formuleerden het allemaal anders. Ga ik binnen 5 jaar nog nodig zijn? Gaan we niet vervangen zijn door robots? Maar dames en heren, ze had niet goed opgelet. Ik heb namelijk de lijst van jobs met toekomst. Er bestaat dus een lijst waarbij je kan zien hoeveel kans er is dat je job vervangen wordt door een robot. Hoe langer de lijn, hoe meer kans dat je vervangen wordt. Wie wil de lijst zien? Oké. Je ziet het, de telemarketeers zijn al vervangen. We hebben het hem enkel vergeten zeggen. En ik hoor het volume stijgen. En weet u dat dat komt? Jullie vinden een job niet. Weet u dat dat komt? Ik kreeg het niet op 1 slide, dat is de 2e slide. En wat zie je? De jobs met meeste toekomst. Op 1, huisarts. Op 2, psycholoog. Op 3, leraar in het secundair onderwijs. Yeah. We zouden hier meer reclame mee maken. Ja, kappers ook, ja. Dus leerkracht, haartooi, er is hoop. Maar, dames en heren, de vraag is fout. De vraag die mijn studenten 2 jaar geleden aan mij stelden, van gaan we niet vervangen worden, is niet de juiste vraag. Veel mensen zijn bang vandaag dat we gaan naar structurele werkloosheid. Wie doet er economie? Ja? Gewoon een nerd-opmerking. Keynes heeft al in het begin van vorige eeuw voorspeld dat we naar een werkweek gingen van 4 uur of minder. Dat is nooit gebeurd. En op dat moment dat hij dat voorspelde, werkten de vrouwen nog niet. En wat zien we nu? Er is niet minder werk. Meer nog, jongerenwerkloosheid, heel concreet, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen heeft op dit moment meer openstaande vacatures dan werklozen. Meer nog, de jongerenwerkloosheid in Brussel is hoog, maar staat wel historisch op een dieptepunt. De vraag is niet, gaat de robots onze jobs afnemen? De vraag gaat iets anders zijn. Dames en heren, dit is niet het meest urgente probleem. Dit is het meest urgente probleem. Mismatch. Kijk, op het toppunt van de economische crisis kreeg 27% van de werkgevers in Europa de startjobs niet ingevuld. Weet je waarom? Omdat mensen dingen studeren die we niet nodig hebben, en niet studeren wat we wel nodig hebben. En wat krijg je dan? Werklozen en jobs die niet matchen. Mismatch.
Dat is de reden waarom ook zelfs vandaag hier verschillende mensen zitten van de VDAB. Een traject om die mismatch ongedaan te maken. Dat is puur dit, hè. En dan krijgen we het belang van breedte. Ik heb het niet over de brede eerste graad, maar hoe kunnen wij onze leerlingen voorbereiden, onze jongeren voorbereiden op de toekomst? Door genoeg brede vorming te geven. Wat betekent dit? Kijk, men heeft onderzoek gedaan aan de Universiteit van Maastricht en ook in Duitsland, ook in Engeland. En men keek naar twee groepen. Groep A, jullie. Jullie kregen een beroep aangeleerd, maar strak, enkel beroep. En jullie kregen een beroep aangeleerd, maar jullie kregen er ook filosofie bij, ook geschiedenis bij, brede vorming. En men keek wie vindt het snelst werk en wie verdient het meest geld. Ik heb de rij achteraan voor jullie vrijgehouden. Dat zijn de stuvers die voor jullie net opgekomen zijn. Een applaus. Ze hadden tegen mij gezegd, we willen subtiel binnenkomen. Oké. Breedte. Dus die groep, voor die mensen die net binnenkwamen, dit zijn mensen die strak een opleiding gekregen hebben, enkel beroep geleerd hebben. Zij krijgen een brede vorming. En men heeft in onderzoek gekeken wie het snelst werk vond en wie het meest verdiende. Oké, jullie mogen raden. Strekt beroepsgericht opgeleid, brede vorming. Wie van jullie twee, A of B, vond het snelste werk? Wie zegt A? Wie zegt B? Het was A. Tweede vraag. Wie verdient het meest geld? Ook niet onbelangrijk. Wie zegt strak beroepgericht, ik verdien meer geld? A. Wie zegt B? Nee, het was A. Maar de eerste 5 jaar. Want 5 jaar later liep A, B fluitend voorbij. Weet je waarom? Een brede vorming helpt je leren omgaan met verandering. Waarom moeten wij brede vorming geven aan onze kinderen? Ten eerste, voordat ik net uitgelegd heb, die filterbubbel. Genoeg informatie, genoeg kennis om te gaan met fake news. Maar tweede, om te kunnen gaan met verandering. Dames en heren, niet onbelangrijk om mee te geven. Want kijk, sommigen van jullie zullen lesgeven in een op manier dat ik lesgeef. Ik weet niet of je dat weet, maar ik geef les in beroeps. Hè. Ja, jullie zijn een beroepsopleiding. In Nederland heet dit HBO, hoger beroepsonderwijs. Ja, sorry, maar dat is... Ik leer jullie een beroep aan. En ik ken dat, ik heb die vraag ook al gehad. Meneer, waarom moeten we dit kennen? Een breed vak, algemeen vak, waarom is dat nodig? Wel, didactiek, dat is wel belangrijk. Ja, maar waarom is dat nodig? Om jullie voor te bereiden op verandering. Oké. Maar tegelijkertijd, specialisatie is ook belangrijk, want je moet nog altijd wel een beroep kennen. Oké, waar zal hij leven? Laten we naar de stad gaan. In 2009 was een historisch jaar. Namelijk voor de eerste keer in de wereld woonde de helft van de wereldbevolking in de stad. In 2025 is de meest voorzichtige voorspelling van de Verenigde Naties 7 op de 10. In Europa op dit moment 72%. Maar als we even kijken in België. Dames en heren, dit hier is bij de laatste volkstelling 2011, de volgende is binnen 2 jaar, de plaats met de grootste aangroei. Waar nam de grootste aangroei van bevolking? Waar is dit? Brussel. En wat zie je? Daarna Antwerpen, Gent, Leuven en de rest. Als we gaan kijken, dat heeft gevolgen. Dames en heren, als je blauw ziet op het kaartje, dan wil dat zeggen dat je aan het uitsterven bent. Dit hier is rusthuis. Ja, de gemiddelde leeftijd aan de kust is 56. Maar ik ga nu een vraag beantwoorden die je mij binnen 2 jaar gaat mailen. Ik krijg
echt waar, elke keer als ik in de media kom of iemand anders in de media komt die zegt dat er lerarentekort is, dan krijg ik de boodschap, maar ik vind geen werk. Het is heel simpel. Hier werk vinden, vergeet het. Hier een leraar vinden, vergeet het. Ik bedoel, als je kijkt in Brussel, naar gelang de bron, 1 op 2 of 1 op 3 leerkrachten daar is niet opgeleid voor wat hij of zij aan het doen is. Maar het gaat verder. Wie leeft er in de stad? Hier zie je in België de vergrijzing. In Antwerpen en Gent is de knik ingezet. Kijk je naar Schaarbeek? Gemiddelde leeftijd in Sint-Joostenode 32. Dat zijn veel kindjes. Maar het gaat verder. In de klas. Dames en heren, ik ga u nu cijfers tonen uit 2011, maar daarna volgen de cijfers vandaag. Maar het is heel belangrijk dat je eerst die ziet van 2011. Want kijk eventjes naar het aantal leerlingen bij wie thuis Nederlands niet de thuistaal is. Dan zie je dat in Brugge in de kleuterklas in 2011 bijna iedereen iets spreekt dat op Nederlands lijkt. Maar kijk eens naar Antwerpen. 41%. Er is iets heel raars met kinderen. Zij groeien op. Wat zien we dan vandaag? In het leerplichtonderwijs, dus tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen, spreekt 16,5% thuis geen Nederlands. In Antwerpen 41,7%. In Gent 27,6%. In Gent BSO, beroepsonderwijs, 41%. De klas waar jullie in zaten, voor velen onder jullie, bestaat niet meer. En wat zien we? Dit is de toekomst. Dit hier is het aantal personen van vreemde herkomst volgens leeftijd in Antwerpen, Brussel en Gent. Dat wil zeggen dat minstens één ouder niet in België geboren is of het kind zelf niet in België geboren is. En dan zien we... Kijk eventjes hier in Brussel, 88,1% van de 0 tot 5-jarigen. Dan zien we dat in Vlaanderen het 36,7 is, maar als we kijken in Gent 53,1, in Antwerpen 73,5. En je ziet hoe dat de evolutie verder gaat. En je kan dat nu slecht of goed vinden, dat doet er niet toe. Het is zo. En dan krijgen we dit. Met Northy Majority districten. Kijk, als je naar Antwerpen, nee, Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen gaat, zeker in Amsterdam en Rotterdam, in welke taal word je aangesproken? Wat een soort van Engels, laten we eens eerlijk zijn. Een typische eigenschap van een streek, een plaats, waar de meerderheid bestaat uit minderheden. En dat heb je in Brussel nu ook al. Dames en heren, Engels is ondertussen belangrijker aan het worden in veel plaatsen van Brussel, belangrijker dan Frans. Zeker in de Europese wijk. Dus als je één zekerheid wil horen, het onderwijs van de toekomst is divers en stedelijk. Vindt hij een lief. Maar weet je wat dat de belangrijkste droom is van de jeugd van tegenwoordig? Wel, voor de crisis was het genoeg vrije tijd. Nu, door de crisis, merken we dat jongeren die opgegroeid zijn met de crisis, dat ze zekerheid willen en dat ze geld willen om te overleven. Maar wat betekent security? Dat betekent een job op lange termijn, genoeg vaardigheden hebben en genoeg inkomen hebben. Maar die time-off die blijft belangrijk. Waarvoor willen ze dat? Ze willen een goede work-life balance. En dat heeft vooral te maken hiermee. Wat is het belangrijkste woord in deze 4 woorden? Huisje, tuintje, kindje, boompje. Wie zegt huisje? Wie zegt tuintje? Nee, natuurlijk niet. Wie zegt kindje? Wie zegt boompje? Nee. Het is kindje. Meer nog... Op dit moment is volgens verschillende onderzoeken het kindje belangrijker dan partner. Weet je waarom? Omdat een kindje minder snel wegloopt. Toen dat onderzoek uitkwam in Amerika, wil niet weten wat de reacties waren.
Maar tegelijkertijd zien we dat de gezinsvormen veranderen. Eén mama, twee mama's, twee papa's. Kan allemaal vandaag. Eerlijk gezegd, dat heeft soms ook verstrekkende gevolgen. Hè, omdat we ook nog langer blijven leven. Als ik nu een schoolfeest van mijn kinderen meemaak, bijvoorbeeld grootouderfeest, weet je wat we dan opkrijgen? Een maximum aantal grootouders. Omdat als het een beetje tegen zit, kunnen daar per kind 10 man staan. Hè? Door nu samengestelde gezinnen en dergelijke. Dames en heren, wacht nog tegelijkertijd. Hoe ziet de meeste gezinnen in een handboek eruit? Mama en papa, hoeveel kinderen? Welk geslacht? Welke huisdieren? Ja, wie heeft dat thuis? Bij wie is dat de situatie? U sterft uit, u sterft uit. De veranderde positie van de vrouw, maar we hebben hier ook nog werk. Dames en heren, komen we bij een volgende, misschien zeer belangrijke vraag. Mag hij nog jong zijn? Wat waren de 3 ingrediënten om jong te kunnen zijn? Vrije. En? Oeh, zij het vergeten. Nee, vergeten juist. Maar dames en heren, ruimte staat onder druk. Kijk, dit is het bompa verteld moment. Toen ik jong en... Nee, jong was. Toen heb ik heel veel tijd doorgebracht in Nieuwpoort. En weet je wat heel opvallend was? Ik heb daar beneden aan het appartementsgebouw leren gitaar spelen. Al jongeren kwamen daar samen. En een paar jaar geleden wou ik aan mijn kinderen tonen hoe dat eruit zag. Ik heb gehuild. Omdat om de 3 meter een bordje was verboden te spelen. De kinderen, de ruimte wordt kleiner. Waarom gebruiken jongeren vandaag sociale media? Het is de laatste plaats waar jongeren samen kunnen zijn zonder controle. Well, ja, zonder dat ze denken dat ze gecontroleerd worden. Dit is onderzoek van Dana Boyd, de Amerikaanse onderzoekster. Ze heeft heel veel jongeren geïnterviewd. Maar omdat iedereen werkt, een vraagje. Wie doet er af en toe een vakantiejob? Hoeveel procent van de 18-jarigen, nee, sorry, van de 15-jarigen werkt al voor geld, denk je? 8 op 10, 80%. Dat zijn cijfers van 2016. Oké, okay, oh wacht. Ik moet wel toegeven, werken kan ook zijn in de zetel zitten met een zak chips. We noemen dat babysitten. Maar die agenda loopt vol. Je kan elkaar minder vaak zien. En waar kan je elkaar wel nog zien? Online. Dames en heren, sinds 7-8 jaar zien we een trend waarbij studenten samen studeren. Wie heeft al samen gestudeerd? Dat bedoel ik. Nog eentje. Even kijken of je dit herkent. Het is 8 uur 's avonds, u bent een keer thuis. Uw ouders zijn niet aan het werken. Uw ouders zitten op de tv, naar de tv te kijken, naar een programma dat ze echt niet willen zien. Wie heeft dat programma gekozen? Jullie. Mama en papa zitten daar. Papa is al gevlucht, maar mama zit er nog. Mama kijkt naar rechts, daar zit jij. Wat ben je aan het doen? Je hebt je oortjes in. Je bent aan het typen. Je bent berichtjes aan het sturen. En je moeder vraagt, ben je aan het kijken? En wat antwoorden jullie? Ja. Leugenaars. Weet je waarom nou je daar zit? Je wilt bij je heldin zijn. Mama. Wie voelt zich nu betrapt? Wie is er oneerlijk? Nee, zat. Oh ja, heb je ook al gezien hoe je naar muziek luistert? Zo, hè. Behalve in Gent op de tram, dan mag iedereen meeluisteren. Tijd staat onder druk. Allemaal werken. 8 op 10 15-jarigen werkt voor geld. Maar ook... Dames en heren, veel ouders vandaag
klagen erover dat ze meer taxichauffeur zijn dan wat anders. En ik begrijp dat. Ik begrijp dat. Ik bedoel... 2 uur, ze moet naar de sportclub, want ze beweegt te weinig, omdat ik te veel schrik heb om ze met de fiets te laten gaan, dus met een auto voeren. Dus ze moest naar de sportclub. Dan 2 uur ja, jeugdbeweging, sociale contacten. 2 uur muziekles, cultuur belangrijk. En dat elk kind een probleem heeft, 2 uur kine en 2 uur logo. En dan handen ze het overvol. En de kinderen zijn doodmoe, maar dat is omdat ze de computer zitten. Tijd staat onder druk. Vergeten staat onder druk. Dames en heren, 8 op de 10 pasgeborenen in de UK staan binnen de 24 uur op Facebook. Of Instagram. Maar eerlijk gezegd, de meeste staan er al op van voor de geboorte. En wat zien we nu? Het recht op vergeten. Help me al echt onthouden dat ik dat ene videootje nog toon. Hè? Help me onthouden dat ik het niet vergeet. Ja? Dames en heren, hebben jullie al gemerkt als je iets opzoekt op Google, dat er heel vaak onderaan een regel staat dat op basis van een Europese verordening bepaalde resultaten weggelaten zijn? Wie heeft het al gemerkt? Weet je waarom dat daar staat? Hierom. Europa is het eerste continent ter wereld waarbij je het recht hebt om vergeten te worden. Je kan aan Google vragen, die informatie mag niet meer over mij gevonden worden. Want wat merken we nu? Ik weet niet of je de Pano-reportage gezien hebt van 3 weken geleden over de foto's van jeugdbewegingen en sportclubs online. Waarbij dat de kinderen er allemaal leuk staan, maar dat pedofielen dat ook leuk vinden. Maar het hoeft niet zo erg te zijn. Mama en papa vinden het leuk om een foto te maken. Eerste keer op potje, levert veel likes op. Maar wil jij 15 jaar later dat je vriend die een foto kunt terugvinden? Recht op vergeten. Er is een opdracht. De opdracht is, als we jongeren jong willen laten zijn, moeten we tijd, ruimte en vergeten vrijwaren. Maar dat is geen opdracht van technologie. Dat is mensenwerk. Dames en heren, de vraag der vragen. Worden jullie, worden mijn kinderen, worden jullie leerlingen gelukkig? Door de band zijn nog steeds onze jongeren gelukkig. Dat klinkt raar, maar je moet daar een nuance in maken. Eerst en vooral, zeker niet allemaal. En we zien dat het aantal jongeren die zich niet goed voelt, groter wordt. Even een vraagje, gewoon cijfers. En laat u niet misleiden door een krantenbericht van 2 weken geleden, want dat was fout. Hoeveel procent van de Vlaamse jongeren in Vlaanderen en Brussel, sorry, tussen 10 en 24, voelt zich op dit moment, nu, niet goed in zijn vel. Ik ga je 4 opties geven. 5,7, 15,7, 25,7 of 35,7. Wie zegt 5,7? Wie zegt 15,7? Wie zegt 25,7? Wie zegt 35,7? Het juiste antwoord was 5,7. Maar opgelet, voor iedereen die dat weinig vindt, dat is 44.500 jongeren. Dat is veel. Dat wil zeggen, op een klas van 20, 2 leerlingen. Dat is niet weinig, hè? Maar het is ook niet zoveel als dat je dacht. Dames en heren, we komen bijna aan het einde. Oh... Oké, dan niet. Wat moet je zeker onthouden? Niet omdat er een vraag uitkomt, maar omdat het iets is dat de essentie is. Namelijk, jongeren zijn allemaal anders. Ze bestaan niet. Ten tweede, ik heb geen glazen bol. Er kan morgen iets gebeuren, een zwarte zwaan, waardoor alles wat ik vandaag gezegd heb voor de toekomst niet klopt. In dat geval, sorry, ik hoop dat je een fijne avond gehad hebt.
Maar een van de belangrijkste lessen vandaag, een van de belangrijkste thema's, is leren kiezen. De juiste studiekeuze, dat is leren kiezen. De juiste job, dat is leren kiezen. De juiste liefde, dat is leren kiezen. Maar dames en heren, wij gaan heel vaak in de fout bij leren kiezen. Want een overvolle agenda, wat is dat? Niet moeten kiezen. Wij moeten even... Kijk, ik ga iets zeggen, en dat is een belediging misschien voor sommigen, maar ik heb heel veel bewondering voor één soort leerkracht in het onderwijs. En nee, het zijn niet jullie. Weet je voor wie ik veel bewondering heb? Voor kleuterjuffen en kleutermeesters. Weet je waarom? Zij zijn de enigste die vandaag jongeren leren kiezen. Herinner je nog? Hoeken? Waarbij je de ene hoek mocht kiezen, maar als je die hoek kiest, dan wil dat zeggen de andere hoeken niet. Dan leer je kiezen en de gevolgen van keuze dragen. Vandaag, alles kan. De juffen en de meesters in het kleuteronderwijs die starten iets dat wij niet genoeg opvolgen. Maar misschien de belangrijkste les die ik wil meegeven. De meesten komen goed terecht. Je wil niet weten wat de voorbije 40 jaar allemaal verteld is over jongeren. En ze hebben het allemaal overleefd. En weet je wat? Jullie hopelijk ook. Ik dank u. Oké, ik had nog een filmpje beloofd. En dat ene filmpje, ik moet eerlijk zijn, ik heb heel lang getwijfeld om het erin te steken. Ik heb het dan niet gedaan, maar ik ga het nu wel doen. Maar ik moet een beetje achtergrond geven. Oké. Maak even uw aandacht. Ik ga het verhaal achter het filmpje tonen. Vertel voor jullie dat ik het beeld toon. Ik zit in Nederland in een... Kan je even wachten. Het is een voorbeeld van solutionisme dat ik ga tonen, maar eentje waarvan je niet gaat geloven dat het echt is. Maar het is echt. Ik zit in een commissie in Nederland over een adviescommissie ethiek over technologie en onderwijs. En we hebben dit gisteren besproken van iemand die het ook uitgeprobeerd heeft. Wie wil er van jullie dat ouders meer betrokken zijn in het onderwijs? Steek uw hand op. Oké, wie wil er meer leerlingbetrokkenheid? Dan leerling meer betrokken zijn in het onderwijs. Mooi, een beetje hypocriet, maar mooi. Wie wil er meer meditatie in het onderwijs? Ja. Wie wil meer aandacht in de klas? Ja. Oké. Dit kan u leveren. For this fifth grade class, the day begins with putting on a brain wave sensing gadget. Students then practice meditating. 现在想象我们眉心有一点柔和的光芒绽放。 The device is made in China and has three electrodes, two behind the ears and one on the forehead. These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. A report is then generated that shows how well the class was paying attention. It even details each student's concentration level at 10-minute intervals. It's then sent to a chat group for parents. 就是他可以看到每个人的评分. Dames en heren, dit is echt. Maar het gaat verder. Want wat is nu het probleem? Waarom vinden we dit erg? De gedachten zijn niet meer vrij. Nu, ik... Zoals bij alle toetsen kan het fout gaan, maar voor alle duidelijkheid wie dat het grootste probleem hierbij is. With still fairly little research behind it. Theodore Zanto is a neuroscientist at the University of California, San Francisco.
He was surprised to learn that this tech, called electroencephalography, also known as EEG, is being used in the classroom on children. It's usually used by doctors in hospitals and labs. EEG is very susceptible to artifacts. And so if you are itchy or just a little fidgety, or the EEG wasn't set up properly so that the electrodes didn't have a good contact, affects the signal. Dames en heren, ze weten niet wat ze meten. Maar ik kan u voorspellen. Kijk, dit weekend is uitgekomen dat een school in Adelaide, Australië, een andere toepassing van dezelfde fabrikant gebruikt, gezichtsherkenning op school, om te weten twee dingen, aanwezigheden en zelfmoordplan. Nee, over fucking, dat wordt niet gemeten. Maar weet je waarom ik daarnet begon met Black Mirror? Voor de mensen die Black Mirror kennen, weet je wat daar heel typisch aan is? Dat is de werkelijkheid nemen, maar een heel klein beetje verder gaan. Ik weet niet of je donderdag het nieuws een beetje gevolgd hebt. We zitten over de ethische kant van transparantie op school. Smart school. In real time de schoolresultaten. En dan hebben ouders het nieuws voordat de leerling het zelf weet. Wie heeft dat ooit meegemaakt? Wie vond dat fijn? Eén iemand. Je hebt de vraag gehoord, maar ja. En weet je wat, dan krijgen dit. Een leerlingvervolgsysteem. Dit is een typisch voorbeeld van solutionisme. Namelijk, wat was solutionisme? We denken dat we met een technische oplossing een complex probleem kunnen oplossen. Maar er zijn altijd consequenties voor de vrije ruimte, de vrije tijd en het vergeten van de leerling. Dames en heren, tot de volgende. Oké, nee, voor de mensen die nu willen weten wat de juiste antwoorden waren op het proefexamen, voor de mensen die willen weten waarom ze het juist hadden, waarom ze het fout hebben, that's up next. Maar ik ga nu gaan bekomen in een zuurstoftent. Sophie gaat het doen. Jullie krijgen nu eventjes pauze. Ja, dus ga eerst eventjes iets... Maar niet te lang, hè. Ja. Ik ben er elk jaar bij, hè.
Maar die zijn er nog vandaag op jou aangewerkt. Ik vond dat wel interessant was. Sorry dan, sorry. Alisa, je doet dat goed, hè? In New Orleans. New Orleans. Wat moet het doen? Keynote. We doen het wetenschappelijke conferentie. En ondertussen de voorstelling van mijn nieuwe Amerikaanse boek. Ja, merci. Merci, even. Heb wel het mee, ja. Ik ga het maken. Ik heb het in de jaren. Ik denk het niet. Goedenavond. Ah. Is dat van u? Moet ik hem hebben? Ah ja. Ja, dat is daar. Ik had u nog een berichtje gestuurd. Ik dacht dat er gewoon één was hier. Lach. Voilà, dat is goed. Hallo, als jullie gaan zitten, dan kunnen we starten voor het monitoraat. Dan zijn we allemaal samen bijna klaar. Kom snel binnen, zet u snel neer. Oké, als alles goed gaat, hebben jullie het monitoraat of het proefexamen gevonden? 13 vragen. Ja, was het doenbaar? Wie zegt ja? Wie zegt nee? Oké, de helft ongeveer. Ja, maar voor we starten mag het een beetje...
verteller worden. Zijn jullie er klaar voor of niet? Ja, oké. Oké, goed, we gaan starten. Wat we vandaag gaan doen is, we gaan kort even kijken naar het proefexamen of jullie eventueel nog vragen hebben daarover, over de theorie die behandeld is. En heel kort hoe dat we jongeren en maatschappij moeten studeren. We gaan daar in de les zelf ook nog op ingaan. Dus ik ga daar nu niet te veel tijd aan spenderen. Als het goed is, hebben jullie op Canvas zowel het exemplaar van het proefexamen gevonden als dat bolletjesformulier, hè? Ja, het bolletjesformulier, ja, dat is gewoon een voorbeeld dat we online geplaatst hebben, zodat je weet hoe het bolletjesformulier er op het examen ook zal uitzien, dat je niet voor verrassingen komt te staan. Maar weet heel goed dat wij op het examen zelf enkel dat bolletjesformulier verbeteren. Dus het zal belangrijk zijn dat je tegen dan leert om binnen de lijntjes te kleuren en om je bolletje mooi op te vullen, want alles wat daarbuiten gekleurd is, zal de computer fout rekenen. Ja, dus niet om je extra stress te geven, maar het is wel belangrijk. Goed, we starten onmiddellijk met de eerste vraag. Kom snel zitten, dames. Kunnen we? Of, alleen. Ik denk dat iedereen graag op tijd naar huis wil. Ja. Goed, oké. De eerste vraag. Jeugd is een sociaal-cultureel construct. Ja. Ik ga niet alle antwoorden voorlezen. Jullie hebben die ook op papier, maar ik wil gewoon wel eens weten wie wat geantwoord heeft. Dus wie heeft hier A geantwoord? Wie heeft B geantwoord? Oké. Wie heeft C geantwoord? En D? Prima, want het juiste antwoord was inderdaad D. Ja. Waarom is het eerste fout? Voor de mensen die het fout hadden. Ja, het jeugdbegrip is niet noodzakelijk verbonden met het concept leeftijd. We hebben over jeugd gesproken, maar dat is niet noodzakelijk zo dat de jeugd bepaalde leeftijden kent. We hebben ook gezien, adolescentie, die grenzen zijn breder dan 12 tot 18 jaar. Ja, dat kan daar buiten gaan, vandaar. We kunnen daar niet echt een term van leeftijd gaan opplakken. Jeugd komt voor in elke cultuur. Ja, dat hebben we ook gezien, hebben we ook besproken, dat het niet noodzakelijk waar is, dat het culturen zijn waar het begrip jeugd of de terminologie van jeugd ook later aan bod komt of ook helemaal niet, of later ontwikkeld is. Dat stond ook in, dat is ook besproken. Het begrip jeugd onder constructie, ja, dat klopt gewoon niet. Hè. Het is niet helemaal dat het begrip jeugd onder constructie is. Dat is een sociaal-cultureel construct, dat is een beetje een woordspeling, dus die zin is helemaal niet juist, maar de laatste is wel degelijk correct. De tweede. Verschillende uitspraken, zo zullen jullie er ook een aantal krijgen. Hè. Dus een aantal uitspraken en dan gaan we proberen koppelen welke precies juist is. Dus dit gaat hier over de eerste les, over de adolescentie en de verschillende fases of periodes. Goed. De eerste en de derde uitspraak. Wie heeft die als juist aangeduid? Oké. De 1, 2 en 4, dus antwoord B. Oké. 2 en 4, antwoord C. En dan D, 2 en 3. Niemand. C is het juiste antwoord. Waarom is 1 niet juist? Ja? Adolescentie is geen periode, maar een fase. Ja? Wat is een periode? Wie kan dat eens zeggen? Wie weet dat nog? We hadden drie periodes. Ja, zeg maar. Voilà, ja, we hadden de adolescentiefase en dan hadden we die drie periodes. Hè. Weet je nog, vroeg, midden, late adolescentie? Dat is de periode en niet de fase. Vandaar
De fase en niet de periode, zo is het. Ja? Goed. Twee is juist waarom, dat hebben we gezegd in de les, start bij de meisjes al voor de adolescentieperiode. Dat is zo, ja, dat weten we, daar is onderzoek over. Rijping impliceert enkel een vooruitgang naar een hoger niveau. Wat zijn we daar vergeten en waarom is deze uitspraak dus fout? Rijping, er waren twee dingen die belangrijk waren bij groeien. Rijping en leren. Leren staat er niet bij. Daarom is die uitspraak fout. Ja. Rijping en leren zorgt ervoor dat je naar het volgende niveau van functioneren gaat. Niet alleen rijpen. Ja. Rijping gaat over je spieren. Weet je dan, je spieren die ontwikkelen, die ervoor zorgen dat je kan stappen. Maar je moet ook nog die ervaringen en die vaardigheden opdoen. En dan vier is ook juist, leren gebeurt vooral door het opdoen van verschillende ervaringen. Vandaar twee en vier zijn juist. Vraag 3. De tweelingen Mia en Alexandra, waar jullie ook een filmpje over gezien hebben. Op welk vlak zullen ze het meest verschillen? Wie zegt A, lengte? Wie zegt B, intelligentie? Wie zegt C, temperament? En wie zegt D, identiteit? Goed zo, het grootste deel van de studenten heeft het juist beantwoord. Wat weten we over... Wat weten we over lengte en intelligentie? Die zaken zijn bepaald door wat? Nature of nurture? Voilà, ja, dus daar kunnen we niet veel aan doen. Dat is uw aanleg, dat is hetgeen dat in u zit. Ja, dus dat is iets, ja, dat heb je of dat heb je niet. Ja, maar aangezien dat ze een tweeling zijn, wat hebben we daarover gezien in de les? Tweelingen, dat zal meestal heel sterk overeenkomen. Ook die intelligentie. We hebben in de les over cognitieve ontwikkeling gezien, dat intelligentie bij tweelingen heel vaak gelijk loopt. Temperament en identiteit, wat was het verschil daartussen? Wie kan dat nog eens kort zeggen? Niet tijdelijk, maar het is... Het zit... Mm-hmm. Ja, dat klopt, maar dat is nog niet de essentie. Het klopt wat je zegt, maar wat is het verschil tussen temperament en identiteit? Ja? Ja, dat wil ik horen, ja. Voilà, uw temperament is stabiel. Ja, uw temperament is iets wat in u zit, dat is aangeboren en uw identiteit zal groeien doorheen uw leven. Dat gaat veranderen. Gelukkig hebben we nu niet dezelfde identiteit als toen we 2-jarige kleuters waren. Hè. Ja, gelukkig zijn we al een beetje geëvolueerd en zijn we gegroeid en zijn we meer gevormd als persoonlijkheid. Hè. Vandaar... Hebben ze een vraag of... Nee? Ah, dat zijn de dames vooral die. Ja, daar. Goed. Dus op vlak van identiteit gaan ze het meest verschillen. Vraag 4. Jullie hebben gezien, er zitten ook vragen over de artikels ja, in het examen. Dat zal ook zo zijn op het examen zelf. Ja. Welke uitspraak over het artikel klopt niet? Ik hoop dat jullie het artikel ook gelezen hebben. Dat je ook een beetje geprobeerd hebt om de doelen daaraan te gaan koppelen. Wie zegt A? Klopt niet. Mensen, dat is ook een van de meest voorkomende fouten die studenten maken als ze bij ons op het feedbackgesprek komen, is A stond er daar, het klopt niet. A, ik dacht dat het zei, klopt wel. Of juist en fout omwisselen. Ja. Lees alsjeblieft uw vragen. Je hebt 2 uur de tijd om je examen op te lossen. Sommige mensen zijn na 1,5 uur al klaar, maar er zijn zeker... Ja, dat gebeurt zoveel, dus lees alsjeblieft goed uw vragen. Ja. Dus... Wie heeft gezegd A klopt niet? Zet ik nog eens je hand op. Oké. B klopt niet. Sociale mobiliteit. Oké. C, als het gaat om succes, is uw partner belangrijk. En dan D, op basis van het onderzoek wil hij de lage sociale status, de nadelen beperken. A klopt niet. Dat is trouwens een zin die letterlijk in het artikel staat... maar die de alinea eronder ontkrachtigd wordt. Ja, het is niet waar. Wat zegt het artikel van Bregman? Wacht even. Ik denk dat die kant nog een beetje wil blijven. Zo. Precies. Hè?
Ja, zeg eens. Mm-hmm. Ja, voilà. Die zegt eigenlijk van, oké, iedereen heeft de kans om hoger op te raken. Nee. Wat is hier het belangrijkste aspect in dit artikel? Dat gaat hier over nature. Uw genen zijn belangrijk. Vandaar dat antwoord C juist is. Hè. De partner die dat je kiest, zal belangrijk zijn in welke mate dat je hoger op geraakt of niet. Omdat het net die genen zijn die zo'n belangrijke rol spelen. Ja, dus het maakt niet uit wat hij daar zegt in A. Ja, klopt niet, iedereen kan hoger opkomen. Hij zegt nee, het hangt af van nature en niet van je omgeving. Niet van de nurture-aspecten, niet wie dat je opvoedt, en niet welke zaken je omringen, maar wel de zaken die genetisch bepaald zijn. Goed. De casus van Juflien heb ik er niet helemaal opgezet, want dat zou een beetje te veel zijn. Welke uitspraak of uitspraken in verband met de casus zijn juist? We zochten naar juiste uitspraken. Wie zegt A, 1 en 2? Oké. Okay. Wie zegt B, 3 en 4? Ja. C, 1, 3 en 4? En D, 2? Ja. Oei. Dat was ergens fout. 1 en 2 moesten daartussen staan. Wat zien we in deze vraag heel hard terugkomen? En dus daarom dat ik dit ertussen heb gestoken. Studietip Eriksson met zijn verschillende fases waarin dat je zit. Weet je het nog? Maak daar een schema van. Hè, mensen. Dan kan je dat overzichtelijk studeren. Zet daarbij welke fase dat we zitten, welke ontwikkelingsfasen dat we daaraan kunnen koppelen en wat precies de vitale deugd is. Dat is een tip die ik u meegeef. Probeer op die manier een schema te maken. Je ziet, het is maar half ingevuld, omdat dit de correcte antwoorden zijn uit de vraag. Dus we gaan eens kijken. Hè. 1 en 2 zijn juist. Dus leerlingen in het tweede leerjaar zijn lagere schoolkinderen. Die bevinden zich inderdaad in de fase van de vlijt versus minderwaardigheid. Dat klopt. En zij zullen ook vooral nood hebben aan ervaringsgerichte leerprocessen. En dat is een koppeling naar hetgeen we gezien hebben over de cognitieve ontwikkeling, waarbij we heel veel concreet materiaal, concrete ervaring moeten aanbrengen bij leerlingen om ervoor te zorgen dat ze mee zijn in de les. Ja, dus dat is de link die we leggen tussen de beiden. Dan, waarom is 3 fout? Wat is hier fout aan, vraag 3? Er is 1 woord dat fout is bij vraag 3. En het gaat over de vitale deugd. Ik zal misschien nog een keer... Welke vitale deugd hebben lagere schoolkinderen? Niet de doelgerichtheid, maar de bekwaamheid. Ja, dat was de fout die in vraag 3 zat. En de leerlingen van het tweede leerjaar bevinden zich niet in de fase van autonomie versus twijfel of schaamte, want dat is die van de peutertjes, de kleintjes. Ja? Vandaar dat 3 en 4 foute uitspraken zijn. Vraag 6. Opnieuw een vraag over een artikel. Welke uitspraak klopt hier niet? Oké. Wie zegt A? Wie zegt B? Wie zegt C? Wie zegt D? Veel D's. A is het juiste antwoord. Dus die uitspraak klopt niet. Waarom klopt die uitspraak niet volgens het artikel? Het eerste stukje is sowieso juist. Ja, dus het nieuwe decreet kinderopvang baseert zich voor de verhoging van het aantal kinderen per verzorger op de stelling, dat is juist, maar dan dat tweede stuk is niet juist. Ja, op welke stelling gaan ze zich baseren? Op het feit dat wij zogezegd groepsverzorgers zijn. Ja, dat we graag kinderen verzorgen in groep. Dat wordt gezegd in dat artikel. Wat zeggen ze hier? Ja, dat de eerste 2 levensjaren het belangrijkste zijn. Dat klopt, maar dat is niet wat dat artikel zegt. Als je zou zeggen van oké, de eerste 2 levensjaren zijn belangrijk om in te investeren, ga je dan net meer of minder kinderen per opvang per verzorgende hebben? Net minder, hè? Omdat Heckman in het eerste artikel gezegd heeft hoe meer dat je gaat inspelen op... Ja, het wegnemen van die risicofactoren voor die SES,
Ja, hoe beter dat kind gaat gaan scoren. Maar daarom zal het ook belangrijk zijn om weinig kinderen te hebben, ja, per opvoeder en niet veel, zoals er hier staat. Ja, wij zijn groepsverzorgers, dus het tweede stuk van die stelling klopt niet. En dat wordt ook al bevestigd in B, daarom is B wel juist. Ja, groepszorg, oké, dat klopt. C is ook juist. Hoe zwaarder de thuissituatie, hoe belangrijker de hoogstaande zorg in kinderopvang, heeft te maken met mentale bandbreedte. Weet jullie nog? Gelinkt aan een ander artikel, mentale bandbreedte, de hoeveelheid informatie dat je kan verwerken als je al bezig bent met iets anders, heeft daarmee te maken. En D, het verhoogde aantal kinderen, ja, komt in gevaar. De hechting, hebben we ook gezien, klopt ook. Vraag 7. Ook iets wat we graag doen, is begrippen koppelen aan elkaar. Welke van onderstaande reeksen is het eerste niet noodzakelijk gelinkt aan het tweede? Wie zegt A? Wie zegt B? Wie zegt C? En wie zegt D? De D'tjes hebben het juist. Goed zo. A hoort sowieso wel samen. Ja. Dat gaat hier over die sensitieve responsiviteit. Ja? Ja? Ah ja, omdat je gedesoriënteerd was. Ja. En wat staat er in de doelen? In de doelenlijst, wat staat er daar? Normaal staat er daar onveilig. Dus je moet echt de termen van de doelen nemen. Ja. En was er geen onderscheid? Gaat ze niet gekeken? Ik heb het boek mee. Ja, zijn er dan hier nog meer verschillen tussen? Ik ga ze niet bekijken. Is het goed? Gaat ze niet bekijken? Ja. Oké, abstract denken en identiteitsvorming, ja, horen niet noodzakelijk samen. Je moet niet het een hebben als het... Het is handig, hè, als je abstract kan denken om je identiteit te vormen. Ja, dat is wel iets dat noodzakelijk is. En dan zwart-wit denken is een denkfout die gemaakt wordt binnen een cognitief egocentrisme. Wat is hier dan fout? Jongvolwassenheid hoort niet met trouw samen. Dat is ook iets wat Erikson zegt in de verschillende fasen. Trouw is vooral iets wat bij adolescentie hoort. Wat moet hier zijn? Jongvolwassenheid en liefde. Ja, dat is de koppeling die moet... Wie heeft B gezegd? Wie heeft C gezegd? En wie heeft D gezegd? Niet veel. Hier is A de juiste uitspraak. Wie kan nog eens kort uitleggen wat sociale cognitie is? Wie weet dat nog? Nee. We zijn er bijna, mensen. Proberen nog eventjes te concentreren. Sociale cognitie gaat over inzicht te hebben in relaties en u kunnen verplaatsen in andere mensen. Ja, door het feit wat Gea hier zegt, toont ze dat ze dit kan. Ja, dat ze daartoe in staat is. Wat het hier niet is, Gea heeft het gevoel van continuïteit, is niet aanwezig. Ja, dat is niet waar, het is juist wel aanwezig. Ze weet perfect wie dat ze is. Ja, hoe dat ze ervoor staat. Net met C, wederzijdsheid, is ook zo. Ja, Gea weet hoe dat andere mensen haar zien en gaat dat ook herkennen en erkennen daarbij. En die identiteitscrisis, dat komt hier helemaal niet aan bod. Ja, identiteitsverwarring, ja, het feit dat je niet goed meer weet wie dat je bent, dat je verschillende dingen gaat uittesten, dat je zaken gaat proberen, komt hier eigenlijk ook niet aan bod. Ja, dus het is vooral die inzicht in sociale cognitie die correct is. Dit is nog een studietip. Let op, er zijn veel lijstjes met viertjes. Ja, er zijn heel veel dingen die opgezond worden in de cursus in viertallen. Ik heb ze hier nog een keer allemaal op een rij gezet, ja, om gewoon een overzicht voor jullie te hebben. Hè. Dus je hebt vier aspecten van identiteit, dat zijn die vier. Je hebt vier aspecten van cognitie bij cognitieve ontwikkeling. En dan de laatste van Erikson, vier fasen van identiteitsvorming, hoort bij identiteitsontwikkeling. Dus mispak u daar niet aan, hè, mensen. Ja, zorg dat je een goed overzicht hebt in je hoofd van... Ik ga dat online zetten, maar niet in die versie, maar wel online. Ja. Dus dat je weet, hè, wat het, en zo moet je ook studeren, hè, dat je weet wat waarbij hoort, dat je linken kunt leggen. Oké.
Vraag 9 over de schaarste. Wie heeft hier A geantwoord? Wie heeft B geantwoord? C geantwoord en D geantwoord? D is inderdaad juist. Dat hebben we in de les ook heel duidelijk gezegd. De andere zaken staan letterlijk in. Dus het citaat. Goed, vraag 10. We gaan er iets sneller door. Volgens Piaget is cognitie. Wie heeft A geantwoord? Ja, wie heeft B geantwoord bij vraag 10? C en D. De D'tjes hebben het juist. A is niet... Wacht, hij had het onvermogen om zich... Ja, wat is dat A? Dat gaat over... cognitief egocentrisme. U kunnen verplaatsen. Mensen, houden het nog even stil. Kom aan. Weet jullie het al waarom dat fout of juist is? Want dan ga ik er gewoon over. Dus, ik moet dat niet uitleggen ook. Ja. Het eerste A is cognitief egocentrisme. Ja, dat is logisch. We kunnen ons verplaatsen in andere mensen. Het heeft niets met cognitie te zien. Het resultaat op een intelligentietest gaat over het intelligentiecoëfficiënt. Ja, of het quotient heeft hier ook niets mee te zien. Een synoniem voor interne denkhandeling is een schema. Ja, maar geen cognitie. Ja. En hier de gehele van mentale processen is inderdaad de cognitie. En een makkelijke vraag 11. Wat is geen executieve functie? Wie heeft A gezegd? Wie heeft B gezegd? Wie heeft C gezegd? En wie heeft D gezegd? D is inderdaad geen executieve functie. De andere drie zijn letterlijk in de les aan bod gekomen. Ja. En dan Nadal. Wie heeft A gezegd? Een voorbeeld van perceptueel egocentrisme. Wie heeft B gezegd? Een voorbeeld van rijping. C, magisch denken. En D, persoonlijke fabel. Ik denk dat dat ook redelijk logisch is. Magisch denken. Perceptueel egocentrisme heeft te maken met je kunnen verplaatsen in andere mensen. Ja? Rijping, ja, dat gaat over je spieren. Ja, Nadal, oké, maar dat heeft niets met het voorbeeld te zien. En persoonlijke fabel is een denkfout die we maken als adolescent. Ja, en dat heeft hier ook niets mee te maken. Want het is een denkfout bij jongeren. En dan de laatste, misschien de moeilijkste vraag. Wie heeft A geantwoord? Wie heeft B geantwoord? Wie heeft C geantwoord? En wie heeft D geantwoord? Perfect. D. Eerst accommodatie, dan assimilatie. We gaan eerst ons schema uitbreiden in de les, om daarna uw denkschema's aan te passen. Ik wil juist gewoon eens weten, wie is er geslaagd? Ja. Oké, goed. Dank u wel. En een fijne avond nog. Als er nog vragen zijn, ja, kom ze gerust stellen, hè.